Welkom bij een nieuwe tekenen met meneer Fransen. En vandaag gaan we aan de slag met hand lettering. Dat is een Engels mooi chic woord om te zeggen dat je een zin zo mooi mogelijk uit gaat beelden, op gaat schrijven, tekenen. Je ziet hier al een voorbeeld. Hoera, het is feest. En je ziet dat hier gebruik gemaakt is van een aantal dingen die we ook in deze opdracht terug gaan laten komen. Het zijn er vier om precies te zijn. Ten eerste, schreef letters. Wat voor letters? Schreefletters. De bovenste, de hoera, dat zijn schreefletters. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat er aan de uiteinde van die extra balkjes zitten, van die extra haakjes zitten. Dat is een schreefletter. Je hebt in tegenstelling van de schreefletter ook een schreefloze letter. Dat zie je bij feest, dat zie je niet van die haakjes overal terugkomen. Vergelijk deze E maar eens met die E. Dus die komt er ook in terug in deze opdracht. Een schreefletter en een schreefloze letter. Dan hebben we ook nog de sierletter. Dat is een letter en die ziet er wat sierlijker uit. Wat voor lettertype je gebruikt maakt eigenlijk niet zoveel uit, als het maar een combinatie is van die drie. Dus schreef, sier en schreefloos. Kijk om je heen, er zijn overal lettertypes te vinden. En als je het nou echt niet kan vinden, dan zoek je er op internet natuurlijk gewoon eentje op. Waarschijnlijk vind je er dan genoeg. Die kan je natekenen. Je kan er ook eentje zelf verzinnen natuurlijk. Ik had het over vier dingen die erin komen. We hebben er nu drie. Die schreefletter, die sierletter, die schreefloze letter. En hier zie je de vierde. Er moet ergens een banner in komen. Een soort mooi lintje of een band of iets waar een stuk van de tekst in komt te staan. Dat geeft het net even wat meer cachet, de hele zin. Dus die vier dingen die moeten erin terugkomen. Nou, dit is al een schets, die had ik al een keertje gemaakt. Hij is nog niet helemaal af, dus je ziet mooi hoe ik dat gedaan heb. Je ziet hier dat het nog schetsmatig is en dat hij hier al helemaal uitgewerkt is. Maar hoe doe je dat nou? Dat ga ik aan jullie aan de hand stap voor stap proberen uit te leggen. Als eerste heb je natuurlijk een goede zin nodig. Je hebt een zin nodig waar je iets mee kan. Die zin kan overal vandaan komen. Het kan uit een boek komen, het kan uit een muziek komen wat je luistert. Het kan zomaar een kreet zijn die je wel eens ergens gehoord hebt of op internet gelezen of zoiets. Dit kan van alles zijn. Ik had net hoera, het is feest, maar ik maak er nu van hip, hip, hoera, chocoladevla. Let op spelfouten, zeker in het Engels. Let erop dat je het ook een beetje op de goede manier schrijft. Oké, doe dit ook. Ik schrijf het niet voor niks op. Daardoor weet je ongeveer wat je kan gaan doen. De tweede stap kan je namelijk hier ook al toepassen. Ik kan hier al bekijken waar ga ik nou die verschillende soorten letters gebruiken. In dit geval heb ik daar al over nagedacht en ik denk dat de hip hip hoera dat mooi met een soort sierletters kan. En dat kan ik dan bijvoorbeeld doen door hem net als op de basisschool zo aan elkaar te schrijven. En dan krijg je al een soort sierletters. Dat ziet er al wat sierlijker uit dan die bovenste. Nou, dan had je die schreefletters. Dat deed me heel erg denken aan chocolade. Want als ik aan chocoladeletters denk, dat zijn meestal van die grote vierkante blokletters. Chocoladeletters noemen ze dat letterlijk. En die hebben vaak wel een schreef. Die hebben vaak van die dingen. Dus als ik nou chocola dat ook wil doen, dan kan ik kijken, kan ik dat dan in schreef maken? Nou, zo te zien gaat dat prima als ik chocolade in schreefletter wil maken. Choco, zie je? Let op spelfouten, van voor je het weet heb je er een te pakken. Hier staan nou chocolade. Maar de bedoeling is duidelijk, denk ik. Nou, dan heb ik sierletter en een schreefletter. Dan heb ik nog een schreefloze letter. Als ik die nou bij vla doe, dan heb ik dus nu die drie verschillende letters. Je ziet misschien ook dat hier veel meer kleine letters gebruikt worden en hier veel meer hoofdletters, grote letters. Ik denk dat dat
op zich niet voor niks is. Dus daar kan je ook goed naar kijken. Als ik dat weet, dan kan ik nog kijken waar ga ik dan die banner doen. Ik denk om het woordje chocola, van dat vind ik wel belangrijk. Nou, als je dat weet, dan kan je meer gaan schetsen. Dan kan je meer over je hele vel gaan kijken, waar ga ik nou die letters zetten. Want als ik ze zo achter elkaar zet, is dat nog een beetje saai. Bijvoorbeeld deze versie. Hiep, hiep, hoera. Dan zie je weer die sierletter. Chocolade. Hier staat die wel goed geschreven. En dan heb ik ook gelijk die banner omgemaakt. En dan staat hier heel groot vla. Dus hiep, hiep, hoera. Chocolade, vla. Nou, dit vind ik al best. Als ik bekijk of dat het er leuk uitziet. Of dat het qua compositie leuk is. Vind ik daar al best wel wat in zitten. En dit loopt mooi zo schuin. Hier loopt die banner. Hier staat dan groot, staat dan vla. Ik ben er nog niet helemaal tevreden mee, want ik denk eigenlijk dat dat chocolade, daar gaat het eigenlijk om. En daarom heb ik daar ook die banner om, dat die eigenlijk wat groter moet. Dus dat ga ik dadelijk proberen. Maar, eerst ga ik even laten zien hoe je nou zo'n banner maakt. Want het ziet er heel moeilijk uit, maar eigenlijk is het heel makkelijk. Een banner maak je op deze manier. Je hebt natuurlijk gewoon een balkje, daar staat het woord in. Chocolade, dat je geen spelfouten maakt. En als ik dan deze erbij pak, dan zie je dat die twee van die soort uiteindes heeft. Dat is heel makkelijk te maken. Je gaat naar de punt hier, je trekt een lijntje die kant op en daarna naar boven. En daar doe je hetzelfde, punt, naar boven. En je tekent hier eigenlijk nog een blokje. En dan heb je hem. Er zijn nog een heleboel variaties op te bedenken, want als ik deze een beetje schuin maak en ik maak deze ook wat schuin en ik geef hem zo van die puntjes, dan ziet dat er alweer heel anders uit dan die. Sterker nog, ik kan zelfs er meerdere aan elkaar maken. Dan begin ik met twee van die dingen. Deze doe ik zo. En hier komt die, weer die. Zie je, kan ik hier chocolade. Dus je kan hier een heleboel verschillende kanten mee op. Je kan er ook met eentje werken. Zo. En dat er daar dan weer eentje aan vast zit. Zie je, daar is een soort lint die zo gaat. Je kan hem ook aan de bovenkant doen. Dat maakt natuurlijk allemaal niks zoveel uit. Dat je er eentje zo doet en eentje zo doet. Zo maak je banners. Dat is in de sneltreinvaart hoe je die doet. Dus dan weet je ook hoe die moet. Maar ik was hier nog niet helemaal tevreden over. Want ik dacht, chocolade, daar ging het eigenlijk meer over. Ik heb al wel bepaald dat ik de banner, want ik was hiermee bezig en toen dacht ik, nou, dit is wel tof. Ik heb bepaald dat ik de banner niet meer om chocolade ga zetten, maar om hiep, hiep, hoera. Dus dat zo mooi als een soort diagonaal naar beneden toe met zo die banner erom. Dat is vast wel tof. En dan chocolade en dan vla. Alleen ik kwam er hierachter dat dat chocolade eigenlijk niet zo goed past. Dus dit is ook niet zo goed. Toen dacht ik, nou weet je wat, als ik nou het blaadje gewoon eens draai. Kijk, dan heb ik die banner weer anders. Dat wordt meer een soort sierlijk lint. En dan zo naar boven. Dan krijg je hier mooi chocolade en daar zo vla. Nou, dat was al wel een heel end. Maar ik vond toch dat ik hem meer die kant op moest doen. Dus ik ga hem toch deze kant doen. En ik heb nu al een beetje gekeken wat wil ik. Hè? Zo of zo. Of. Dus ik heb dat in mijn hoofd. Wat ik nu ga doen is eerst heel licht met mijn potlood het hier schetsen. Dat heb je me net al bij die dingetjes gezien. Bij die voorbeelden. Maar ik laat het nog een keer zien dat je weet wat ik aan het doen ben. Dat je weet hoe ik daar gekomen ben. Dus ik schets eerst heel licht gewoon wat grondvormen. In dit geval begin ik met die banner. Want dat is op zich wel een bepalend ding. Die moet er goed op staan. Hier komt hiep, hiep, hoera. Ik zorg dat die banner een beetje zo aansluit. Ik zorg dat die hier zo er ook al lekker uitziet. Dat kan je dus schetsen doen, hè. Als ik hier een foutje maak, dat ik bijvoorbeeld deze nu te kort heb gemaakt, dan
is er geen enkel probleem om hem wat langer te maken. Terwijl als ik hem dikker zou tekenen, zou dat probleem er wel zijn. Dan zou ik helemaal moeten gummen, dat blijf je dan weer zien. Ik kan nu nog alle kanten op. Ik kan deze nog wat groter maken. Zie je? Dan ga ik ook kijken of hiep hiep hoera, of dat het er wel in past. Dus ik ga hier zo, als schetsend, zo hiep hiep hoera erin zetten. Nou, dit past nog wel. Hier past die ook. En hier past die net. Zie je? Dus hier ga ik hem al ietsjes groter maken. Maar dan past die misschien daar weer niet. Dus ik ga hem niet groter maken. Ik ga de R en de A een klein beetje aanpassen. Dan wordt het hier misschien een beetje rommelig. Maar dat komt zo dadelijk wel goed. Ik ben nu vooral aan het kijken, past het of past het niet? Hetzelfde geldt voor chocolade. Ik heb bedacht dat ik die letters niet recht ga maken, want dan passen ze niet. Ik ga die letters een beetje als een soort vrolijke boel onder en boven elkaar heen tekenen. Dus de ene wat groter, de andere wat kleiner. En op deze manier kan ik ook zien, oei, daar ga ik al. Kijk, ik kom hier niet uit met mijn E. Op deze manier is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand, want ik kan nu heel makkelijk eventjes de boel uitgummen. Want ik heb mij heel licht geschetst. Waardoor ik gewoon weet, oké, het past. Als ik dit niet doe en ik ben hem al helemaal aan het uitwerken en je komt er hier op het laatst achter dat hij niet past, dat is vreselijk balen. Dus ik kan beter nu eventjes dit doen en hem dan dadelijk helemaal netjes uitwerken, zodat je zeker weet, hij past, gelukkig. En dan vlaag ga ik toch weer heel groot maken. Zie je? Schreef. Dit moesten schreefletters zijn. Dus ik ga er ook voor zorgen dat dit allemaal ook echt daadwerkelijk schreefletters zijn. Even kijken, daar nog, en hier nog, en daar nog, en daar nog. Dit is eigenlijk een van de belangrijkste stukken van heel de opdracht. Dat je van tevoren goed nadenkt, waar komen al die letters, hoe ga ik die erop zetten, en dat je ze dan op je papier alvast voorschetst, zodat je weet dat het klopt. Want nu begint het andere werk, en dat is gewoon het uitwerken. En het uitwerken, dat is vooral een heel precies werkje. Daar moet je vooral heel erg je best op doen, en dat kost veel tijd. Maar hier gaat het erom dat het klopt, dat de compositie klopt, dat alles lekker erbij staat. En nu kan ik hem gaan uitwerken. Ik doe hem een klein stukje voor. Bijvoorbeeld, laat ik gewoon de L van chocolade pakken. Ik heb hem nu voorgeschetst, maar als ik daar een lekkere dikke letter van wil maken, dan ga ik daar bijna graffiti achter daadwerkelijk hem helemaal zo maken. Ik kan nog wel een stukje doen. De A. Doe het nou vrij snel, als je dat meer tijd hebt, anders duurt deze video te lang. Doe je dat natuurlijk wat nauwkeuriger. Ik heb net een L gedaan. Laat ik dan nog een L doen. Je mag spelen in hoe die letters er dus uitzien. Kijk goed om je heen wat voor letters je allemaal ziet overal. En hoe je dat wil gaan doen. Zo, ik heb nu een paar letters getekend. Vind ik dit goed genoeg? Ja, het kan al goed genoeg zijn, maar het kan nog leuker. Je kan namelijk nog dingen gaan toevoegen. Wat kan je toevoegen? Nou, met name schaduw. Je kan met name nog kijken waar kan ik schaduw maken. Bijvoorbeeld die L waar ik net mee begonnen ben. Als ik daar schaduw aan toevoeg, dan wordt die ineens heel anders. Dan krijgt hij meer ruimte. Doe dat nou, zoals ik al zei, wat sneller. Maar zo dadelijk zie je het eindresultaat. En dan zie je dat ik het daar wat netter gedaan heb. Dit ziet er heel anders uit dan het aardje wat ernaast staat. Gewoon omdat ik wat schaduw heb toegevoegd. Ziet er veel toffer uit, vind ik zelf. Wat ik ook kan doen, aangezien het toch chocoladeletters worden,
is ook echt doen alsof het een chocoladeletter is. En daar zitten vaak zo van die soorten streepjes in, van die soorten ribbeltjes in. Dan krijgt dat die letter ook weer een andere uitdrukking, een ander karakter dan alleen maar zo'n kale A. Die ziet er heel anders uit dan die. Met die L ga ik wat anders doen. Die ga ik ook wel een soort diepte geven, maar dan meer met perspectief. Dus ik ga zorgen dat er een soort zijkantje aankomt, of een onderkant, of een bovenkant, maar net wat jij wil. Maar dat het er net eventjes ook weer een soort diepte in komt. En deze letters ten slotte, daar ga ik juist iets anders mee doen. Ik ga dat lijntje wat je hier hebt, op sommige plekken wat dikker maken en op sommige plekken niet. Dus ik ga bijvoorbeeld deze krul, ga ik nog wat aanzetten, dan wordt die nog wat sierlijker. En dan maak ik die lijn daar net wat dikker. En hier weer wat dunner. En daar weer wat dikker. En dan kleur ik hem in. En dan zie je dat ook die H net even wat meer zeggingskracht krijgt. Dat die wat meer te vertellen heeft dan bijvoorbeeld die O en die E ernaast. Nou, dit is vooral gewoon veel werk en lekker aan de slag gaan. Hoe komt dat er dan uiteindelijk uit te zien? Nou, bijvoorbeeld zo. Hiep, hiep, hoera, chocoladevla. Je ziet dat ik daar, wat ik net heb voorgedaan, helemaal heb uitgewerkt. Ik heb hier nog een klein ander foefje gebruikt, wat niet per se hoeft, maar wat wel mag. Ik heb ook met één kleur nog wat kleur aangegeven, ter ondersteuning van dat chocoladeverhaal. Het is nu net alsof er inderdaad chocoladevla naar beneden kruipt. Dit is de bedoeling. Maak een mooie zin. Verzin een mooie zin eerst. En maak hem dan ook mooi op je papier. En dan ben ik heel benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Veel succes!